Ik ben Mark. Ik ben Jonathan. En vandaag gaan we het hebben over Shimano Steps motoren. Nou, er zijn een heel aantal, maar degene die wij het meeste zien zijn de 5000 serie en de 6100 serie. En deze gaan we vandaag behandelen. Dit is een middenmotor en het grote voordeel van een middenmotor is dat de motor onderaan de fiets hangt. Dat zorgt voor een laag zwaartepunt en dat zorgt weer voor een goede balans. Zo ben je dus heel stabiel op deze fiets. Daarnaast is het fijn dat de middenmotor het achterwiel aandrijft. Dat zorgt voor een natuurlijk fietsgevoel, mede door de krachtsensor die in deze motor zit. Een krachtsensor, dat is een sensor die kijkt naar uw trapkracht. Dus als u meer kracht op de pedalen zet, gaat de motor meer ondersteuning leveren. Ze lijkt het eigenlijk net alsof je op een normale fiets zit, maar dan met ondersteuning. De motor op deze fiets is de Shimano Steps E5000 motor. Dit is qua koppel een van de lichtste motoren die Shimano maakt. Hij levert 40 Nm en is daarom goed geschikt voor bijvoorbeeld stadsgebruik. De motor is erg licht. Hij weegt 2,5 kilo en dat is toch een van de lichtste motoren die er op dit moment op de markt zijn. Waarom zou je nu moeten kiezen voor een fiets met een Shimano systeem? Het grote voordeel van Shimano is dat hij standaard met een 400 watt accu minimaal komt, waar andere fabrikanten vaak nog met een 300 watt accu beginnen. De motor is lekker stil en dus lekker licht, dus de fiets die is wat minder zwaar. En heel de fiets is over het algemeen uitgerust met allemaal Shimano onderdelen. Dus niet alleen motor, accu, display, maar ook bijvoorbeeld de versnellingen, de wielen, dat soort dingen. Dit is de Shimano Steps E6100 motor. En deze motor is een van de lichtste motoren die er op dit moment op de markt verkrijgbaar is. Hij weegt slechts 2,88 kilo. Ja, daarnaast heeft hij een koppel van 60 Nm en is die behoorlijk stil. Ja, die 60 Nm die zorgt ervoor dat je ook gewoon in bergachtig gebied mee kan komen. Ja, je ziet de motor daarom ook op wat sportievere modellen zoals deze Cortina e Silento. Een laatste voordeel wat we graag willen benoemen is dat je het Shimano systeem ook kan gebruiken met Bluetooth en daardoor een aantal dingen kan instellen op je telefoon. Dit is de app van Shimano en in deze app kun je eigenlijk alle informatie over de fiets zien en kan je het een en ander instellen. Zo zie je hier bijvoorbeeld dat de motor toe is aan een nieuwe firmware update. Normaal gesproken zou je daar helemaal voor naar de fietsenwinkel moeten, maar dat kan nu gewoon vanaf je telefoon. En dan is hij weer helemaal up-to-date. Nou, hier kan je nog het een en ander zien. Zo is hier bijvoorbeeld in te stellen hoe de fiets moet reageren, of die comfortabel moet zijn of juist wat sportiever. Nou, daarnaast kun je hier bijvoorbeeld instellen hoe snel de fiets mag met een maximum van 25 km per uur. En hier kan je bijvoorbeeld nog van alles instellen over display, hè, dus wat je allemaal wil zien, wat de kleuren zijn, wit of juist zwart, de modussen, dat soort dingen. Als je hier kijkt dan vind je nog de veelgestelde vragen voor alle vragen die u heeft over het systeem. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Nou, wil je nou meer van deze video's zien? Abonneer je dan even op ons kanaal.